is weer even net als vroeger, vind ik. Zo met z'n tweetjes. Het is wel prettig en rustig dat Harry avondsdienst heeft. Ik denk dat hij zo wel terugkomt. Oh ja, kind. Dat is het leven. Aan alle goede dingen komt een eind. Zit zijn vader, Dinges, Rinus, zit hij nou de hele avond boven op zijn kamertje? Rinus studeert. Oh, werkelijk? Nou, dat zou je van zo'n man toch niet verwachten, vind ik. Eerder dat hij postzegels verzamelt of suikerzakjes, dacht ik. Wat studeert hij? Chinees? Oh ja, natuurlijk, hè, jakkes. Het is wel prettig dat je er in dit huis niks van hoort, hè? Ja. Oh, wat is dat, zeg? Rinus. Fifi? Fifi? Ach, de snoes. Ze wordt er helemaal niet zenuwachtig van. Hoe bestaat het? Ik denk dat Rinus even zijn nieuwe stukken instudeert. Oh ja. En zo te horen doet hij dat zijn hoofd. Verschrikkelijk, zeg. Het duurt toch geen uren, hoop ik, hè? Ik denk dat hij zijn koptelefoon even heeft afgedaan. Oh, maar dat valt onder de hinder, verknieven. Dan kun je de politie voor bellen. Dit is toch niet te hard? Laat hem nou maar even, hè? Wat een weldadige stilte. Ik denk dat Rinus ons even een stukje wilde laten meegenieten. Oh, was dat de bedoeling? Hoe vonden jullie het? Wat? Ik ben bezig een nieuw stuk in te studeren. We dansen met Mieren in de morgen. Vonden jullie het goed, zeg ik? Hoe zei u ook weer, was de naam van het werk? Dansen met Mieren in de morgen. Of dansen met Mieren in de morgen, daar wil ik vanaf wezen. Oh ja, hoe gaat dat ook alweer? Dansen met Mieren in de morgen. Dansen met Mieren in de nacht. Dansen met Mieren. Nee, dat is toch niet het stuk dat ik daarnet hoorde, dacht ik. Nou, ik... Nou, ik vond de aanzet heel goed, hoor, Rinus. Ja, dat dacht ik toch ook wel eigenlijk, ja. Ja, ik moet het natuurlijk nog een klein beetje instuderen natuurlijk. Ik moet proberen dat toch goed in de vingers te krijgen. Ik denk dat ik de krant even ga lezen. Nou, ga jij eens eventjes opzij, Abbasborstel. Fifi? Fifi? Oh, goed. Nou, hè, godverdamme. Oh, Fifi, heb jij piekpie gedaan op het krantje van meneer? Dat vind ik toch ook wel te smerig. Ze kan de behoefte toch buiten doen? Ja, mijn lieve schat, ze is zo gewend aan een krantje. Als wij buiten een vieze bag gaan doen, neem ik ook altijd een krantje mee. Ze kan niet zonder, geen dag. Ja, nou ja. Wil je koffie? Huh? Nou, wacht. Oh, is de bril van boven. Zo. Hoe wordt het weer morgen? Vochtig. Wat moet je dichter, anders is de lol eraf. Komt-ie. Zo, dat was het weer. Alex, hoe was het hier? Oh, auto's opengebroken. Poging tot verkrachting, roofoverval, wat uit de hand gelopen burenruzies. En bij jullie? Ja, bij ons was het ook rustig. Zeg. Blij dat erop zit, ja? Gaan jullie mee wat drinken? Nee, ik heb nog 2 uur te gaan. Harry? Nee, deze jongen gaat naar huis. Gaat met Thea babbelen. Bedje in, gezellig. Naar huis? Babbelen? Bedje in? Zeg, ben jij nou een kerel? Dokter dacht van wel toen hij me ter wereld bracht. Ja, na het werk heb ik altijd zo zin om even wat te gaan drinken, joh. He? Een beetje gaan dansen, zingen. Nee, daar ben ik niet zo goed in. Hey, come on, Harry. Let's dance our troubles away. Come nee, on, man. Nee, joh, nee, ja, ik ben er dus wel goed in, maar ik wil hou meer van stijldansen. Weet je, met Thea, stijl. Stijldansen, dat kan toch ook, hè? Hey, ram pom 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 ram pom 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 pom. Dank je. Ja, chef, nou, was iets wat u denkt dat het is? Ik denk helemaal niks. Zoals gewoonlijk. Pardon? Oh, nou ja, ik bedoel dat het niet is wat u dacht dat het was. Oh, juist, ja. Ik wou net naar huis gaan en naar Thea, een beetje... Babbelen. Petje in. Gezellig, maar leer wou nog even dansen, dus... Ja, op mij zit niemand te wachten. Nee, maar dat heb ik je bij ons allereerste gesprek al verteld. Ja, dus voor mij hoeft het niet zo erg nodig, want ik heb een lieve vrouw en ik heb een lieve...
Nee, maar ik heb een schoonmoeder. Dus wat wil je nog meer? Oh ja, het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Hé, jongen? Heel juist, chef. Heel juist. Ja, het gezin is een steen om je nek. Eerst wil zo'n meisje met je dansen, dan wil ze met je samenwonen, dan wil ze met je trouwen en dan wil ze een kind. En als ze dat allemaal heeft, dan wil ze helemaal niets meer. Nou ja, er kleven natuurlijk nadelen natuurlijk, hè. Maar ja, als je zoals ik alweer 5 jaar man alleen bent, dan wil je nou... Wat is dat, Harry? Wat ik heb opgehangen? Ja. Oh, is een fotochef. Ja, dat zie ik. Heeft niks op het lijf. Ja, dat zie ik ook. Fotootje van Thea, van mijn schoonmoeder. Ah, is dat Thea? Pardon? Is dat Thea? Ja, nee! Nee. Nou, als dat je schoonmoeder is, dan wil ik graag aan haar voorgesteld worden. Ja. Wat betekent die naaktfoto's in je kast, Harry? Dat is toch wel al te kinderachtig, hè? Ja, chef, ik weet voor niks. Ik heb ze erin opgehangen. Oh nee, wie dan wel? Sinterklaas? Nee. Nee, maar misschien was het wel Zwarte Piet. Zeg, heb je het over mij? Ja. Zeg, Harry, dan moet je niet te ver gaan. Ten eerste vind ik dat beledigend. En ten tweede weet ik daar niets van. Ik geloof dat ik iemand bij de balie hoor. Lex, heb jij die foto's opgehangen? Ja, chef. Kinderachtig, Lex. Ja, chef. Ja. Dus voortaan voor jou maar geen avonddienst meer. Dan kun je gelijk naar Sesamstraat naar bed. Ja, chef. Sorry, Harry. Sorry, Leo. Ja, weet je wat het is, chef? Het is wel leuk natuurlijk, maar ik heb het niet nodig, hè? Ik bedoel, ik heb Thea. En dat is voor mij... Oh, god. Mijn schoonmoeder. Genoeg. Oké, nou. Dan maar gauw naar huis, jij. Hè? En jij gaat dansen vanavond? Ja, absoluut, chef. Ah. Mm. Waar? Nee, toch? Waarom niet? Voor 1 keer? Oké! Dat staat niet toe. Heeft me eruit gegooid. Zonder geld, zonder kleren. Ik kan nergens heen. Ja, maar wacht dan. Oh, meneer, ik kan nergens heen. Nergens. Nergens gaat u weg. Ja, u krijgt er alleen maar last mee. Zo'n flinke meid toch. Als je wilt, kan ik je verkopen. Leeg. Nee. Nee. Laat u maar. Oh. Ja. Dan niet. Brent. Komen, ze is weg. Huh? Wie is weg? Mijn moeder. Oh, had ik niet even gedag moeten zeggen dan? Ze heeft u een kusje gegeven. Je moeder? Fifi. Kijk, wie is bij. Alles stinkt je naar Fifi. Wil je een slaapmutsje? Nou, vind ik wel lekker, ja. Zeg, waar blijft die jongen toch? Oké. Nee. Nou, rustig blijven. En goed luisteren. Hé, goed luisteren. En geen domme dingen doen. Want als je springt, ben je later spijt. Echt waar. Vertel nou eerst even heel rustig hoe die jongen heet. Wat? Die jongen die jou op straat heeft gezet.
Oh, wat kan jou dat nou schelen? Ik spring. 1. Nee. 2. Hey, nee. 3. Nee. Oh. Nee. Oh. Nee. Zo. Ja. Zo, heel goed. Heel goed, zo. En nu gaan we even... heel, kijk, nu gaan we daar even wat drinken en dan praten we erover. Hè? Tasje mee. Kom op. Ja, iets te drinken. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Nee. Nee, maar ik weet wat jouw bedoeling is. Maar daar komt niets van in, hè. Niets van in. Je gaat je leven toch niet vergooien op zo'n lapswans. Wat? Die jongen, je vriend. Kom op. Oh. Ja. Arend. Heeft u koffie? Vers. Mooi. Geweest. Oh, wanneer? Doet u maar 2 koffie dan. 2 koffie. Verder? Verder? Oh, ik lust er wel een slaatje bij. 2 koffie, 1 slaatje. Verder? Nou, doet u maar een patat dan als het moet. 2 koffie, 1 slaatje, 1 patat. Met? Met verder eigenlijk niks, dacht ik. Nee, dank u wel. 2 koffie, 1 slaatje, en 1 patat met zon. 2 koffie, 1 slaatje, 1 patat met zon. Oh, en maakt u van die ene koffie maar een blikje fris? Dat wordt dus 1 koffie, 1 fris, 1 slaatje, 1 patat nou met zon. Ja, u weet het dan misschien wel, maar mag ik het ook even weten, ja? Dat wordt dan 1 koffie, 1 fris, 1 slaatje, 1 patat met zonder 1 frikandel. En een boek op Sonus. Wat, ja, wat wil je nou eigenlijk? Nou, een slaatje, een blikje fris, een frikandel. Nee. Ik bedoel, wat wil je met de rest van je leven? Wat zijn je plannen? Mijn plannen? Ja. Ik heb geen plannen meer, jongen. Ja, ik had 1 plan, maar dat schijnt niet meer te mogen. Ja, maar als je moeilijkheden hebt, dan zijn er toch tehuizen of opvangcentra. Ik weet het niet, hoor. Ik weet het echt niet meer. Zeg jij het maar. Ja, nee, maar jij moet het zeggen. Hè? Het is jouw leven. En in dat leven zijn er zoveel dingen die de moeite waard zijn. Zoveel dingen die ja, die. 1 slaatje. 1 frikandel, 1 patat met zonder, 1 koffie en 1 fris. En een klein beetje privacy. En een heleboel capsones. Jij moet er een nachtje over slapen, heus. Waar? Dat doet meteen heel veel goed. Echt waar. Waar dan? Oh, maar je kan me van mij mee, moppie. Wij gaan hier weg. Dat is dan uw eigen vrije wil, meneer. Alleen krijg ik dan 1 koffie, 1 fris, 1 slaatje, 1 patat met zonder 1 frikandel. En die capsones kan u houden. Ik schei me uit. Ik ga naar bed. Ja, maar hij moet nou toch elk moment komen, hoor. Ja, je kan me nog meer vertellen. Ik moet morgen weer vroeg op. Nou, dan blijf ik nog wel even zitten. Is voor hem toch een beetje gezelliger als hij komt. Zal toch niks gebeurd zijn? Wel, nee. Dus even een pilsje gepakken met de jongens na de dienst. Of is een paar leuke meiden tegen het lijf aan gelopen. Wat? Nee. Grapje. Harry en vrouwen. Harry en vrouwen. Hoezo? Nee. Ik wou jullie maar even geruststellen. Nou, dat is je dan prima gelukt. Wel trusten. Ah, nee, blijf even zitten. Het is voor mij toch ook gezelliger. Hij komt zo thuis. Weet je wat ik doe? Ik haal even een satéetje op de brug. Lekker, toch? Ja, is slecht ook. En wat slecht is, is lekker. Blijf nou even zitten, mop. En zo terug. Ja, maar dat kan niet. Dat is absoluut onmogelijk. Je hebt mezelf tegengehouden. Zorg dan ook maar voor de rest van mijn leven. Dat is toch belachelijk? Heeft het gesmaakt? Nee. Het heeft meneer niet gesmaakt. Grootste compliment sinds weken. Hartelijk dank, meneer. Je kan niet met mij mee naar huis. Nou, daar heb ik ook geen enkele behoefte aan. Ik heb het tegen haar, ja. En zij kan wel met mij mee. Ja, hou jij je er nou even buiten, vetvlek? Ik zie het al. Je bent geen haar beter dan de rest. Wat ga je doen? Terug naar de brug.
Ik zie geen andere uitweg. Adieu. Doei! Zitten! Meneer wou nog iets bestellen? Nou, nee, dat zijn jouw zaken niet. Zo, daar zijn we weer. Nou, waar is de saté? Saté? Je zou op de brug een satéetje halen. Ja, verdomd, ja, dat is waar ook. Ja. Nou, helemaal vergeten. Vergeten? Ja. Je wordt oud? Nou, oh ja. Nou, kom op. Dan loop ik even met je mee, dan zijn we er allebei even uit. Ach, nee. Ik heb geen trek meer. Ja, maar ik wel. Je hebt me net lekker zitten maken. Ja, maar het is hele smerige saté, Thea. He, bah, vies gewoon. He. Nou, dan ga ik wel alleen. Nee! Nee! Oh. Nou, wat geld. Ben er vanaf. Daar gaat het toch niet om. Dit kind is ongelukkig. Daar moeten we een opvang voor zien te vinden. Maar niet bij mij thuis. Oh, wat een gezeik. Hier, kijk nou. Voorkomen levensmoes. Straks springt dat kind weer het water in. Wat zij nodig heeft, is een beetje liefde. Een beetje warmte van begripvolle mensen. Hey, Thea. Smeerlap! Oh? Oh, nee. Nou. Ja. Ik vond haar op de brug. En ze heeft nogal problemen. En nou dacht ik... Nee, Thea, het is niet wat je denkt, maar het is... Thea! Neem je haar even over. Thea, doe niet zo vreselijk oude weg. Laat men u nou eens wat vertellen, meneer. Ik zit nou zo'n 30 jaar in het cafetariabedrijf. Met zo'n bal raakten we er nooit gezien. Dit is mijn zoon. Oh, dat komt goed uit. Ik heb hier nog een rekeningetje. Een koffie, een frisse slaatje, patat met zonder en een frikandel. Zijn vader? Ja, mevrouw. Doei. Doei. Je koffie. Vers. Mooi. Geweest. Wanneer? Ja. U bent zijn vader. Ja, mijn maagtabletten. Hé, oh. Hé, niet doen! Niet doen! Niet springen! Niet springen! Niet doen! Dat wordt een lange nacht. Maar niet voor mij. De kip en het ei wordt in de studio met publiek opgenomen. Nee, stel eens. Nou, nee. Het is Rinus. Nou. Ja. Ga niet. Ja. Nou, laten we gaan kijken. Ja. Ja. Kom op, we gaan even kijken. Ja. Dat was meesterlijk. Nee. Nee. Dat is heel lekker. Ja. Speel het nog een keer. Oh, ja. Nee. Ja, nog kom één nou. Keer. Ja. Nou, graag dan.
Wat rust, Linus. Wat rust.